Hallo allemaal, het hele gezin is vandaag chic de friemel en niet zonder reden, want we hebben een communicant. Onze Lucas Bauer doet vandaag de communie en dat vinden we natuurlijk ontzettend leuk. Daar zijn we ontzettend trots op. Hij heeft een prachtig pak. Ik zou er alles over willen vertellen, maar jullie gaan het zo zien hier in deze vlog. Nou, volg vandaag sowieso de vlog, want als we een feestje hebben, dan gaan we dat natuurlijk vieren. En vandaag wel op een hele bijzondere manier. Alle familieleden komen, alle vriendjes en vriendinnetjes van Lucas. Dus we gaan er een ongelooflijk leuke en gezellige dag van maken. Maar let op mensen, want hier komt Lucas in een prachtig communiepak. Kijk eens even. Wow! Draai eens even rond, vriend. Woe! Zo man, je ziet er echt super gaaf uit. Ik vind het echt fantastisch, zeg. Wat een knap ventje. Wat een knap ventje. Je snapt het wel, mensen. Ik ben ongelooflijk trots. Ik kan er uren naar kijken. De jongste van ons gezin gaat de communie doen. En dat is ook wel een beetje emotioneel. Wat ik hier zie is ook niet te geloven. Kijk eens even. Oei, oei, oei. Dat ziet er ook super gaaf uit vandaag. Ik schrik er allemaal van. Goed genetjes allemaal, hè? Ik schrik er allemaal van. Ik ben sprakeloos. Maar, zeg eerlijk, Lucas Bauer, ja, die ziet toch wel het allermooiste eruit. Oei, 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 wat zie ik nou uit mijn... Kijk nou eens even. Ik ben even sprakeloos hier, mensen. Kom even twee gasten zwaar in pak hier even binnen zetten. Oei, 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 dat ziet er strak uit, heren. Leuk, jongens. Zo, ik... ik ben toch wel even apetrots hier vandaag. Maar, de sportiefste van al. Kijk maar eens hier, hoor. Ja, hoor. Onze Frans junior. Ziet er ook prachtig uit. Heel sportief vandaag. Nou, jongens. Ik vind het allemaal weer fantastisch. We gaan er een ongelooflijk gezellig feestje van maken. Ik heb er zin aan. Dus we gaan ervoor vandaag. Sta ik dan hier voor de kerk. Kijk, hoppakee. Hier heb ik zelf ook de communie gedaan. En wie komt er aanzetten? Ja hoor. Kijk eens even hoe prachtig ze eruit zien. Mijn moederke. Kijk eens even. Kom eens even, een kusje. Je ziet er weer prachtig uit, schat. Kijk eens even, zeg. Woehoe. Dik voor elkaar, show mensen. Nou, we gaan de kerk in. Helaas mag daar niet gefilmd worden, is natuurlijk ook begrijpelijk. En dan straks dan gaan we het feest natuurlijk wel even in beeld brengen. Dus tot zo, jongens, naar het communiefeest hier in de kerk. Ja, mijn moeder gaat even vloggen. Ja. Er wordt gelijk gefotografeerd, leggen we vast. Nou, komt je aan, om. Zo. Jongens. Ja. Godverdomme, ziet er wel knap uit, vriend. En je mag lachen, hè. Lucas, kom op, vriend. Kom op, vriend. Zo, een klein beetje naar die kant. Zo, klein beetje zo, ja. Zo. Kom, even luisteren. Zo, luister eens. Oh, ja. Ga eens even zitten staan, zo. Ja. Oh, Lucas. Lucas, nee, daar gaat weer om. Niet klimmen. Foto's maken, mensen. Ja, dat is al heel stoer. Een hele opgave, hoor. Kijk eens even. Oh, daar gaat hij zo staan, hoor. Maak jullie ook met je telefoon. Dit is goed, hoor, dit, hoor. Hij ziet er echt prachtig uit, hoor. Het pakje is nog steeds schoon. Lucas houdt van klimmen. Dat wij wel hebben gezien net. Zo komt hij aan, hè, ja. Hier naar beneden kijken, hier, mama. Zo. Ja, het is gelukt. Ze staan erop. Ze staan erop. Heeft voeten in aarde, maar het is gelukt. Jongens, top gedaan. Hey, maar ik heb een leuke moeder, hè? Ja, dus ja. Helemaal goed. Wat mupke. We zijn dus in het zaaltje. We hebben net de communie gehad. Dat was ongelooflijk leuk. Natuurlijk straks het grote moment, de taart. En zoals je weet, in de familie bouwen taart. Dat is iets bijzonders. Dus ik laat me ook verrassen. Ik heb de taart nog niet gezien. Mariska wel. En die zegt dat het een van de mooiste taarten is die we ooit hebben gehad. Dus ik laat me zo verrassen, want ik ben wel heel erg benieuwd. Nou, ik ben ongelooflijk trots, dat ze begrijpen. De jongste die de communie heeft gedaan. Ook de laatste. Dat is dan ook wel weer een beetje apart. Maar in ieder geval, we gaan er een leuke dag van maken. We gaan straks bowlen. We gaan straks soepje eten. Dus het gaat dik van elkaar komen.
Ja hoor, echt een hele mooie. Zo, wow. Heb je een ring gekregen. Let's kijken. Hey, Luc. Zo. Kijk er. Oh. De eerste gouden ring. Ja, dat vergeet ik. Moet even zitten. Laat me even zien. Heel mooi. Papa, mama, nog een cadeautje voor je. Wat kan daar nou in zitten? Wat zit erin? Wat denk je? Ik zal het niet weten. Ik kwam vanochtend om 5:30 voor naar mijn bed. Ik ben nog wel een jaar, hè? Dan zeg ik niet, maar ik hoor wel mijn cadeau te hebben voordat ik. Voorzichtig. Goed kijken, goed kijken. Nee, dat mag niet. Goed kijken. Mag ze hem geven al? Wat staat erop? Mag je wel even, ja. Wat staat erop? Lucas Bauer. Zal ik hem even omdoen? Als moet je met die ring gooien. Even kijken wat voor ringen die er hebben. Ja, heel mooi, hoor, schat. Dan krijg je van opa uit. Kom maar. Daar is hij dan, de taart. Nou, daar zit hij, Lucas. Hij zit bovenop de taart. En ik moet heel eerlijk zeggen, hij is echt prachtig geworden. Maar belangrijker nog, hoe zal hij smaken? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste van de taart. Maar hij is wel heel erg mooi, mooi geworden. Dus we zijn er weer heel erg trots op de taart. Was anders dan mijn communitaart. Die was van slagroom. En die was niet zo mooi. Maar het smaakte wel heel lekker. Nou, maar hopen dat dit ook heel erg goed smaakt. Wat zit erin? Aardbeien en champagne lemon curd. Nou, het is een heel verhaal. Een heel verhaal? Aardbeien. En wanneer wordt het heel aangesneden? Ja, dadelijk. Als dat kan nu al. Nou, deze valt eraf. Oké. Oh, deze ook. Je ziet het, Maris gaat even bezig en ze breekt het helemaal af. Hier zie je, het is al gescheurd. Ja, maar dat zat al. Ja, heb je een prikketje? Ja, prik het even vast. Tandenstokertje. Maar het maakt ook helemaal niet uit. We eten hem toch op. Lucas gaat hem aansnijden. Nee, niet die. De onderste. Onderste moet. Nou, Lucas, daar gaat hij. Moet je insnijden, symbolisch. Ja, niet helemaal. Wat een prachtige taart, jongens. Helemaal top. Ja, doe er een stukje uit. Ja. Het is alleen nu de vraag hoe smaakt het. Dat is de grote handvraag. Als je eerst dan gedankt heeft, kijk je waarschijnlijk wel. Zal dat poppetje ook eetbaar zijn? Dat er niet in zit. Dat er 20 graden een kopje erin. Neem een hapje. Die zit hierin. Ja, dat is het. Ja, die hoeft ik niet, maar... Zo'n plastic. Die roostert ook, maar die kun je gewoon... Nee, dat kun je gewoon eten. Ja, neem af dan. Ja, lekker. Neem dan af. Bijt maar. Ja, doe jij maar even bijten. Neem even af. Ik heb het natuurlijk op de witte chocolade. Kijk eens, daar hebben jullie. Ja, jongens. Ik kan bijna niet wachten. Je maat. Nou, die ziet er wel heel erg lekker uit, hoor. Wow, kijk eens Lucas. Daar komt hij, Luc. Dat is een groot stuk. Maar geef maar een Luc, je lust die wel. En een roosje erop. Lucas kijkt het grootste stuk van allemaal. Wat een joekel, hé. Is weer dat dik voor elkaar zo, mensen. Even lekker soepje met broodjes. En wat ik nou leuk vind, jongens, om te zien is dat zo'n Lucas gewoon een echte bouwer is. Had net een prachtig pak aan. Ja, je hoort het goed. Ik zei, had net een prachtig pak aan. Maar je ziet het. Hij heeft hem alweer uit. Vertel eens, jongen. Wat vind je van je feestje? Leuk. Leuk, hè? Hey, kijk eens. Stap maar weer van moois. Nou, het feestje heeft zich ondertussen verplaatst naar buiten. Straks gaan we natuurlijk even met z'n allen lekker bowlen. Maar het is dik voor elkaar. We hebben zelfs een springkussen. We staan hier gewoon lekker buiten. Oma staat alles in de gaten te houden. Of alles goed verloopt. Heerlijk toch? Wordt steeds gekker, jongens, op het communiefeest. De schoentjes, ze staan er klaar voor. Bouwen gaat een balletje gooien. Nou, de hele familie is er klaar voor. Er staan zittelingen, gedeelte zit er al. Dus we gaan die baan hier onveilig maken. Het is wat hectisch hier op dit moment. Iedereen heeft er enorm veel zin in. De communicant natuurlijk ook, die wil de eerste bal gaan schieten. Dus ik ben benieuwd wat hij ervan gaat bakken. Kijk eens hoor, ja hoor, gigantisch!
Een superworp van Lucas. Hier, ik ga tekeer nu. Let op de raam, mensen. De groene bal. En Bouwer smijt hem even. Hoppa. Alle kegel. Hoppa. De koning van de bowlingbaan. Achter mij gaat het bowlen nog lekker door. Het was in ieder geval een ongelooflijk leuke dag. Wij gaan lekker verder met feesten. Bedankt voor het kijken naar de vlog. En tot de volgende keer maar weer. Doeg!